Alles wat mis kon gaan, ging mis rond het MIDI-project, de verbouwing van de voormalige Tilburgse bioscoop tot varietété-theater. Het kostte 1,9 miljoen meer dan gepland. De exploitanten, het bedrijf rond tv-persoonlijkheid Atje, kreeg de exploitatie niet rond, en tv-producenten haakten af en wilden dus toch geen tv-programma's gaan opnemen in de MIDI. Hoe kon het zo fout gaan? Volgens de commissie komt het door de tijdsdruk op het project. Hierdoor werden de toezeggingen van tv-producenten niet gecheckt. De bouw onvoldoende bewaakt en was de procedure niet zoals het hoort. Die tijdsdruk heeft de gemeente zichzelf opgelegd, stelt de commissie. Ze bekeken het hele proces en hadden daarbij ook kritiek op bestuurders. Vooral burgemeester Vreeman en voormalig wethouder Baks moeten het ontgelden. Zij hielden informatie over de kostenoverschrijding bij de bouw achter. De burgemeester is dat nog het meest te verwijten, want. Een burgemeester mag een extra verantwoordelijkheid worden toegedicht als bewaker van het democratisch functioneren. De commissie concludeert dat de burgemeester en wethouder Baks in plaats van de overschrijding te melden, juist probeerden die uit de boeken te houden via een akkoordje met de aannemer, een zogenoemde bouwclaim. De aannemer zou dan elders in de stad een project krijgen. Toen het bedrijf van Adje zich dreigde terug te trekken, werd het contract opgebroken. Bij een financieel debakel zou de gemeente ervoor opdraaien. Bax en Vreeman verzwegen dit voor de overige wethouders en de raad. En hiermee is de gemeentewet overtreden, zegt de commissie. Voormalig wethouder Jansen, nu burgemeester in Oosterwijk... ...wekte bij de raad de indruk dat de plannen voor de tv-opnames in het theater al rond waren. Daarmee heeft hij de raad onjuist en onvolledig geïnformeerd, zegt het onderzoek. De gemeente ging ervan uit dat 2,5 miljoen van een provinciale subsidie in het midi kon worden gestoken. Maar het was al bekend dat die informatie niet klopte... En hoewel zijn naam niet in het rapport wordt genoemd, was het wethouder Hamming die waarschuwingen van ambtenaren hierover in de wind sloeg.